Thijs, we gaan naar de ruimte. We moeten naar ons nieuwe huis om de maten van de gordijnen op te nemen. Helemaal vergeten. Wacht even, ik zet even het boek terug. Ja, schiet nou maar op. Mia, ik ga naar Rund. Joe. Tessa is een gevoelige vrouw. Zij werkt in de esoterische boekhandel De Sphinx. Met haar partner, de broodnuchtere computerspecialist Steve, gaat zij naar hun nieuwe huis in Rund. Nou, daar moet nog heel wat aan gebeuren, Tessa. Goedemiddag. Steven. Herman Schalken. Tessa. Daar kom je te wonen. Oh, wat leuk. Ik ben hier pachter van dit bedrijf geweest. Oh? Hier woonde een eenzame boer van Tussenbroek. En die had de neiging om s'avonds laat voorbij fietsen de jongelui de stuipen op het lijf te jagen. Hij deed dan een laken over zijn hoofd en maar dat was wat. Maar van die moord, dat is wel echt. Welke moord? De moord op Otto van Scherpenzeel. Er staat toch een herinneringskruis. Kunnen we daar even gaan kijken? Ja, heel simpel over dat hek heen en je bent er zo. Ik ben Otto van Scherpenzeel. Ik weet dat u een medium bent en dat ik contact met u kan maken. Vertel me meer. Ik vind geen rust hier in Rund. Men zegt dat ik door het Stichtse leger van mijn oom Rudolf uit Utrecht ben vermoord. Maar het is helemaal anders. En dat moet worden rechtgezet, zeg ik u. Ja, ik begrijp het. Ik was nog jong toen ik... Tessa vraagt haar vriendin Charlotte of zij de tekst van het kruis van Otto van Scherpenzeel kan ontcijferen. Goh, hoe is het gegaan met de tekst? Nou, het was best ingewikkeld. Het was natuurlijk erg onduidelijk. Dus ik heb echt onderzoek moeten plegen in de universiteitsbibliotheek. Ja, ja. Hoi. Hoi, Dolf. Heb je alles kunnen vinden? Ja hoor, dat was wel ingewikkeld. Ja. Nou, daar komt-ie. In het jaar 1527 op Sint Severijnsdag. Weten jullie wanneer dat is? Geen idee. Dat is 23 oktober. Op het Rumpt bleef dood Otto van Scherpenzeel. Leefde 26 jaar. Jong. Bid voor zijn ziel om Gods wil. Dat stond er op het kruis. Bid voor zijn ziel om Gods wil. We schrijven het jaar 1505. Op het huis Scherpenzeel, in het dorp Scherpenzeel, is het altijd druk. Kinderen, kom! Goed zo. Fijn, lekker spelen. Hup, hup. Otto is een nakomertje in het jonge gezin van Carcelis van Scherpenzeel. Hij wordt door de oudere kinderen verwend en bemoedigd. Jij bent gemeen.
Ik zie in mijn werk zo goed wat onze lieve Heer gemaakt heeft. Wat dan, vader? Al die dieren en die planten. Oh, de schepping is zo prachtig. Vandaag heb ik een man ontmoet die uit Duitsland nieuwe ideeën heeft meegebracht. Wat dan, vader? Nou, dat we de kinderen pas moeten laten dopen als ze zelf ook goed kunnen zien hoe mooi de schepping is. Niet meer dopen? Jawel, wel dopen, maar pas veel later. Als jij zo groot bent dat jij zelf kan kiezen. Carcelis, zeg dat niet! Dat zijn verhalen van de wededopers. En wij kennen vanuit onze familie het ware katholieke geloof. We kennen het en dat is goed. Wanneer Otto 16 is, gaat vader Carcelis met hem naar Arnhem. Naar Karel van Egmond, de hertog van Gelre. Vader Carcelis wil in Arnhem pleiten voor een goede functie voor zijn zoon. Liefst ook rechter of drost en jachtopziener op de Veluwe. Dat was geen vrolijke man, die schout uit Doesburg. Nee, zeker niet. Altijd zwaar op de hand. Maar de volgende gast is een veel prettiger mens. Carcelis komt en hij neemt zijn zoon mee. Oh, ik dacht dat hij veel jongere kinderen had. Hé, ik geloof dat ik iets hoor. Mag ik u mijn zoon Otto voorstellen? Zo, Otto. U bent bereid om de taken van uw vader op de Veluwe over te nemen? Jawel, heer. Ik ken mijn vaders werk heel goed, omdat ik vaak met hem meega. En ik ken de boeren en pachters. Ik zal de benoeming bekrachtigen. Een koerier zal de documenten bij u thuis brengen. Otto moet nu naar de rentmeester. Daar krijgt hij nadere instructies over zijn nieuwe werk. De hertog wil dat je voor hem het geld bij de boeren gaat innen. Dat heet verponding. Ik verwacht van jou tenminste elk jaar 800 Rijnse guldens. Zelf mag je daar 80 van houden. En eens per jaar verwacht ik dat je het geld naar mij in Arnhem komt brengen. Buiten ontmoeten zij Rudolf van Anholt, de broer van moeder Maria van Zuilen van Anholt. Rudolf is een machtig man in dienst van de bisschop van Utrecht. Hij voert het Stichtse leger aan. Rudolf weet van de afwijkende religieuze denkbeelden van de familie van Scherpenzeel. Waarde neef, gij moet niet zoveel naar uw vader luisteren. Hij spreekt ketterse taal. Luister beter naar uw moeder, Maria. Beste zwager, bemoeit u zich daar niet mee. Dat is onze zaak. Al goed, Carcelis. Hoe is het trouwens met uw dochter Anna? Is ze al huwbaar? Dat is eveneens onze zaak. En als het zover is, zal u zeker bericht krijgen. Wat een verantwoording voor de jongen, jachtopziener. En nog een jaar later schenkt Carcelis de ver van Scherpenzeel afgelegen heerlijkheid Rumpt aan zijn zoon Otto. Otto, het alsmaar reizen van Scherpenzeel naar Rumpt valt me te zwaar. Ik wil graag dat jij Rumpt in eigendom neemt en er ook voor gaat zorgen. Dat is goed, vader. Ik kom daar graag. Op die heerlijkheid staat het huis te Rumpt, aan de zuidoever van de Linge. Ja. Vroeger woonde daar de familie van Heeswijk. Nu woont daar Johan van Weerdenborg. Oh, dat weet ik al, vader. Ik zag die Johan al eens in de herberg in Rumpt. Wanneer ik in Rumpt ben, dan slaap ik in de herberg van Jacobus van Boorkom. Overdag praat ik dan met de pachters en bespreek met hen de problemen over vee, grond, water en oogst. Thank you.
bent u, jonge dame? Ik ben Theodora van Weerdenborg. En ik weet wel wie u bent. U bent Otto, heer van Scherpenzeel. Goed meisje. En jij bent de dochter van Johan? En dus woon jij in het grote huis terug? Ik zie thuis eens bezoeken en kennis maken met je ouders. Past wel, heer. Want ik ben al 17. Waarom zie ik je nu pas? Zo'n leuk meisje. Ik loop graag met je mee. Moeten we nog ver naar je tante? Hier nog rechtdoor en dan zijn we er bijna. Even zeggen voor elkaar. Oh, hoor. Theodora weer. Zo zien dan. Moet je ze zien, man. Maar ze valt wel echt op mooi, man. Dat, ja, ja, nee, helemaal gewezen. Ja, oké. Ja. Er gaan enkele maanden overheen waarin zij elkaar met regelmaat ontmoeten. Otto wordt echt verliefd. Theodora was dat al eerder. Heer, Otto komt eraan. Maria! Maria! Is het echt waar? Otto! Lieve ouders, dit is nu Theodora, waar ik u zoveel over verteld heb. Ach, lieve kind, laat me je eens wat beter bekijken. Ja, Theodora, wij zijn blij met je komst. En we zijn blij dat je bij ons in de familie kan komen. En met Otto kan je gelukkig worden. In juni 1519 wordt het huwelijk voltrokken. In het kerkje van Scherpenzeel wordt het bruidspaar door de pastoor van de parochie getrokken. Gebeden wegens het heilig sacrament des huwelijks. Plichten der gehuwden tot malkanderen. De plichten van een man en zijn huisvrouw is zijn huisvrouw te beminnen met een zuivere liefde, gelijk Christus zijn kerken. Haar te bewijzen goede genegenheid. Haar te handelen met eerbiedigheid. Haar goed voorbeeld te geven. Voor haar te bidden. Haar te onderwijzen. Te beschermen. Te troosten. Haar kennis te geven van de huiszaken. En te zorgen voor het huisonderhoud des huisgezins. Verenig onze gemoederen door een kuise liefde, opdat wij elkanders lasten hier helpen dragen en namaals met onze kinderen eeuwiglijk bij u mogen zijn. Amen. Binnen een jaar is er de geboorte van een zoon, Thomas. En er volgen nog 3 kinderen. De kleine Eustace en de beide zusjes Adriana en Wilhelmina. Een compleet gezinnetje. Otto en Theodora zijn pas begin 20. Ik zit te lachen, oma, hè?
Doei. Mama. Ja. Hey. Oh, ja. Ja. Zullen we de haard nog een beetje omsteken voor je? Zullen we nog een hand? Hey. Is dit niet mooi, mijn kleintje? We zien dat Otto op door de weekse dagen veel aandacht besteedt aan Derica, de zus van Theodora. Wat een rotvent, die Otto. Ja, dat weet ik dan zeker. Ja, kijk dan, ik kan zien iedereen. Hier, Otto. Alles goed, dames? Ja, ja hoor, Otto. Heer Otto. Ja. Anthony, de broer van Jacoba, wordt verteerd door jaloezie. Ik heb een mooie vrouw, die Theodora. Maar haar zus Derica is haast nog mooier. Ik kom daar graag. Beste heer Otto. Gij doet er beter aan om niet over Derica te spreken wanneer Anthony hier is. Kan hij namelijk niet zo erg tegen. Jacoba, je hebt gelijk. Het is heel oneerlijk van Otto dat hij zijn vrouw zo bedriegt door achter Derica aan te lopen. Ik zeg alleen wat ik denk en wat ik voel. Meer niet. Dank u, heer. Jacoba, ik denk dat deze jonge Otto beter om moet passen. Ik heb al gehoord dat hij problemen heeft met de belastingen, omdat hij te weinig afdraagt aan de hertog in Arnhem. Ja, en bovendien, de bisschop van Utrecht die wil hem graag uitschakelen vanwege zijn ideeën over de kinderdoop. Hè? En nou kijkt hij ook nog naar andere vrouwen. Oei, 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 oei. Dat is niet mis wat jij daar zegt, Evert. En als dat inderdaad allemaal zo is, dan... Ja. Een vrolijke en veilige terugtocht naar Utrecht. Ten slotte is Gellicum nu weer teruggewonnen. Wij willen een rustpauze. Voor brood en drank. Eerst even naar Rumt. En dan naar de overkant. En dan stoppen we bij de kerk van Beest. En daar in de buurt slaan we de tent op. Inmiddels nadert Rudolf met het leger van de bisschop van Utrecht. Het dorp Rumt. Hij heeft eerst Gellicum terugveroverd op Maarten van Rossum. Rudolf is echt in de stemming om Otto de les te lezen vanwege zijn opvattingen over de kinderdoop. Ik krijg hem wel op andere gedachtes, nu zijn vader er niet bij is. We kijken in Arnhem bij de rentmeester van de hertog van Gelre in de boeken. De rentmeester stelt vast dat Otto de belastingen niet afdraagt en is daarover zeer ontstemd. Er komt te weinig geld uit Rumt. Otto van Scherpenzeel besteelt ons. MUZIEK
huis te Rumpt heeft men een goed zicht in alle windrichtingen. Wanneer Otto het Stichtse leger ziet aankomen, verlaat hij het huis in oostelijke richting. Anthony, hij zit op wraak en wil Otto afstraffen omdat deze een oogje heeft op Derica. Zijn verdiende loon. Tja. Was het een moord? Om geld? Om geloof? Of liefde?